Voor mij is het een hele goede morgen. Dus goedemorgen voor mezelf en goedemiddag of hi in ieder geval. Ik neem even dit filmpje op naar aanleiding van inspiratie die ik kreeg van iemand die reageerde op mijn nieuwsbrief. En zij reageerde een beetje boos. Ze zei echt, Manisha, ik wil me afmelden, want mensen zoals jij, nou, daar ben ik op tegen. En jij houdt geen 1,5 meter afstand en jij knuffelt wel en... Jij draagt geen mondkapjes. En wat wil je dan zeggen van al die mensen die liggen te stikken op die intensive cares. En die dus doodgaan van die corona. Dat vind ik echt heel vreselijk. En kijk, ik geloof dat we gezondheid in onze eigen hand hebben. Dus ik moet er heel goed voor zorgen. Ik moet goed voor mijn eigen gezondheid zorgen. En ik moet er ook goed voor zorgen hoe ik... omgaan met ziektes, met pijn enzovoort. Wat je misschien niet weet van mij is dat ik heb jaren gewerkt als paramedicus. Ik heb jaren gewerkt in de zorg. Laten we zeggen gewoon praktisch 20 jaar van mijn leven. Oké, zo oud ben ik niet, maar 15 jaar van mijn leven heb ik in de zorg gewerkt. Als therapeut, als houding- en bewegingstherapeut, als haptotherapeut. Dus ik al jaren heb ik mensen... Geholpen met chronische pijnklachten. Ik heb mensen geholpen die moeite hebben met voelen. Mensen die heel veel spanning in hun lichaam hebben. Mensen die ziek zijn. Mensen die zwanger willen worden. Mensen die zwanger zijn. Bekkeninstabiliteit, bekkenklachten, noem maar op. Chronische pijnklachten. En meestal was ik een eindstadium voor mensen om bij te komen. Ik ben niet een reguliere therapeut. Ik werk holistisch. Ik denk aan lichaam, ziel en geest. Daar praat ik ook met mensen over. Zo van, oké, je hebt pijn. Je bent ziek. Laten we het hebben over je emoties. En dan denken mensen, waarom moeten we het hebben over mijn emoties? Omdat emotionele instabiliteit, dus laten we zeggen een emotionele onbalans. Dus als jij iemand bent die niet goed... over jouw emoties, of je emoties reguleert, of daar niet over praat, of daar niet mee dealt, daar niet mee omgaat, dan gaat dat in jouw lichaam vastzitten. En dat veroorzaakt een onbalans in je lichaam. Als er heel veel stress is, reageert jouw lichaam daarop. Ik heb veel mensen nu met veel kaakspanning, veel bekkenbodemspanning, veel ademhalingsproblematiek. Er zit zoveel stress en spanning in dat lichaam. Ja, en hoe wil je dat eruit krijgen? Door mensen... Door liefde, door zachtheid, door aanraking, door warmte. Ik weet donders goed wat helpt bij lichamelijke klachten, pijn, ziekte, depressies, angst. En dat medicijn heet is liefde. Dat medicijn is lief zijn voor elkaar. Dat medicijn is rust, slapen, gezond eten, positief denken. Dat is lachen, plezier maken. Dat is het medicijn voor pijn, voor klachten. En als jij op de intensive care ligt te stikken, ja, vind je het gek als je in een omgeving bent met zoveel angst? Wat doe jij als er veel angst is? Ja, dan ga je heel hoog, ga je hyperventileren, ga je heel hoog ademen. Dus je bent zo bang, je bent zo intens bang, dat je hapt naar adem, dat je snakt naar zuurstof. Dus dat is een dubbel gevolg. Als jij... longproblemen hebt, hyperventilatie... en je bent in een omgeving... waar de zon schijnt... waar er warmte is, waar de liefde is... waar er goed voor jou gezorgd wordt... dan verdiept je adem. Ik heb het lichaam bestudeerd. Ik heb de psyche bestudeerd. Ik heb de emoties bestudeerd. Ik heb de ziel bestudeerd. Ik weet hoe deze elementen... in dat lichaam samenkomen. En ik kan je één ding vertellen. Het medicijn voor alles is liefde. Het medicijn voor alles is rust. Het medicijn voor alles is gezond eten. Het medicijn voor alles is liefdevolle mensen bij elkaar zijn. Begrip, gehoord worden, gevoeld worden, gezien worden. Dat is het. Dat is ja, spontane genezing. De spontane genezing gaat over... Dat vindt plaats doordat er zoveel bewustzijn en zoveel inzicht is in zeg maar het probleem. Dat je denkt, waarom ben ik ziek? Dit is de reden waarom ik ziek ben. En het verdwijnt, serieus. Dus de mind, dus onze gedachten hebben zoveel kracht. Woorden hebben power, woorden hebben macht. Jongens, we moeten met z'n allen opletten.
Jongens, we moeten met z'n allen oppassen, want we kunnen elkaar ziek maken. Ik weet niet wat er bij jou gebeurt, maar ik ga mijn adem vastzetten. Dat doet angst met mij. En omdat ik weet hoe ik omga met angst. Vroeger dacht ik, angst, dat ken ik helemaal niet. Ik zat op een opleiding tot haptotherapeut. Heb ik 5 jaar gedaan. Ik was 24 toen ik in die opleiding stapte. De meeste mensen zijn echt wel ouder, omdat je echt wat een en ander al meegemaakt moet hebben in je lichaam. Nou, ik had al het een en ander meegemaakt. Heel veel dood in mijn leven. Ik heb heel veel mensen verloren op jonge leeftijd. Mezelf, mijn vader overleden. Dus ik heb, er waren heel veel dingen in mijn leven al die ik al geprocessed had. Dus ik was toegelaten op die opleiding. En dus ik met mijn emoties kon ik al best wel omgaan, dacht ik. Ik had een flink harnas. Ik zat echt mijn kaken op elkaar, kwam mijn schouders eronder. En mijn leraar die zei tegen mij, Manisha, zie je wel hoe jij je rug aan het vastzetten bent? Huh? Nee. Zie je wel eigenlijk hoe angstig je bent? Ik? Nee, ik ken geen angst. Ik ging door, ik ging door, ik ging door. Ik was me aan het verbijten. Ik was mijn schouders eronder aan het zetten. Ik ging door en ik vergat gewoon rustig te ademhalen, te verdiepen. Eigenlijk, ik vergat de verbinding met mezelf. Mijn hartsverbinding. Hoe is het nou met mij? Hoe voelt het nou? En ik had niet eens door dat ik zoveel angst had. Ik had niet eens door dat ik zoveel spanning heb. En dat ben ik. Ik ben één van de miljoenen mensen op aarde. Dus hoe zal het zijn met jou, met al die miljoenen mensen op aarde die... Sta je stil bij wat je lichaam je vertelt. Sta je stil bij je lichamelijke signalen. Sta je stil bij de spanning in je lichaam. Sta je stil bij je emoties. Sta je stil bij hoe jouw gedachten effect hebben op jouw gevoel. Sta jij stil bij het feit dat jouw ziel jou de hele dag signalen aan het geven is, dat jouw ziel de hele dag met jou aan het communiceren is, dat jouw ziel jou de hele dag vertelt, doe nou dit. Dat daar een innerlijke stem is die eigenlijk zegt, ga naar links in plaats van naar rechts. Ga slapen, ga goed voor jezelf zorgen. Ga maar niet al die afspraken, ga maar even stil zijn. Ga maar even. Even niet. Dus ja, ik denk anders uit mijn ervaring. Ik denk anders vanuit mijn eigen perceptie. Vanuit mijn ervaring als mens. Vanuit mijn ervaring als therapeut. Als mijn ervaring als leerling. Als mijn ervaring als docent. Als mijn ervaring met de duizenden mensen die ik in de afgelopen jaren, waarmee ik heb samengewerkt. Die ik ben tegengekomen. Aan de verhalen die ik heb gehoord, aan de documentaires die ik lees, aan de informatie die ik tot me neem. En ja, ik knuffel met mensen. En weet je hoe? Mijn hoofd gaat die kant op, dat hoofd gaat die kant op en we doen zo. En ik aai over de rug van iemand en mijn hoofd gaat die kant op. Ja, heel interpersoonlijk, heel afstandelijk eigenlijk. Maar we kijken elkaar aan, we zijn er voor elkaar en ik probeer altijd verbinding te maken. Hier met mezelf verbinding en verbinding met de ander. Want ik heb zoveel gezien. Ik heb mensen die moesten vechten tot hun laatste adem toen ze gingen sterven. Vochten voor hun laatste adem. Wat zei ik? Gingen vechten. Mensen die vochten op hun sterfbed omdat ze niet los konden laten. Zoveel spanning, zoveel stress, zoveel woede. Zoveel onafgemaakte, onuitgesproken dingen. Dus ja, ik leer mensen van unfinished business. Zijn er nog onafgemaakte zaken in je leven? Kijk daarnaar. Dit is nu, dit is het verleden. Oké, zijn er nog dingen uit het verleden die impact hebben op jouw huidige situatie? Hoe jij je nu voelt, hoe jij je gedraagt, hoe jij omgaat met je emoties? Nou ja, 9 van de 10 keer is dat ja, als jij niet aan bewustzijn hebt gedaan, als jij niet aan ontwikkeling hebt gedaan, als jij nooit bewust bezig bent gegaan met het aangaan van je emoties, met het ontwikkelen van je gevoel, met je gedachten omdraaien. Sommige mensen hebben dat natuurlijk gedaan, die zijn natuurlijk verlicht. Maar als je niet bezig bent met het proces van bewustwording, stilstaan bij jezelf, verbinding maken, voelen, ervaren, waarnemen. Als je dat niet hebt gedaan, dan is de kans heel groot
dat je leeft vanuit een overlevingsmechanisme wat ontstaan is, ontwikkeld is vanuit het verleden. Dat je een klein kind was in jouw gezin, in deze wereld, in deze maatschappij, in je schooltijd, in je werktijd, tussen al die relaties. Alles neem jij namelijk mee als een soort rugzak in jouw lichaam. Het enige wat jouw lichaam wil, die zegt, ik wil vrij zijn van al die ballast. Vrij van ziekte, vrij van pijn, vrij van spanning. Dus we hoeven niet te sterven aan COVID-19. Daar hoeven we niet aan dood te gaan. Ze zeggen, wanneer er onderliggende problematiek is, dan wakkert dat die onderliggende problematiek aan. Dus als er iets bovenop komt, dat kan jouw immuunsysteem niet verwerken. Dat zeggen ze ook. Als ik de griep heb, blijf ik thuis, pas ik ook op. En ik vind het normaal dat we dat met z'n allen doen. Ik vind niet dat we hoeven te verklikken van, hé, jij hoest, jij niest, jij bent niet oké. We moeten allemaal voor onszelf zorgen. En als we goed voor onszelf zorgen, zorgen we voor elkaar. Daar geloof ik in. Dus pijn, spanning, ziekte, zelfs sterven heeft liefde nodig. Dus ik praat vanuit ervaring, ik deel vanuit ervaring. En één ding voor al mijn lieve vrienden hier. Ja, jij die ook anders bent, jij die ook anders denkt. Ja, je moet even een eelt op je huid krijgen. Je moet thick skin. Ja. Bescherm jezelf tegen, ik ga zeggen, de angstcultuur van anderen. En ga niet wegkwijnen. Heb een doel, heb een visie, heb een missie. Blijf in verbinding, werk aan jezelf. Zorg niet dat je verdwijnt in je eigen huis, in depressiviteit en eenzaamheid. Heb hoop, heb liefde, voel de goedheid en intentie van jou als mens. En hou op om jezelf af te wijzen, hou op om jezelf af te keuren, hou op om zo kritisch te zijn. Want jij bent één van de miljoenen mensen op aarde die een verschil maakt in het hier en nu. Dus hou op met je slachtoffergedrag. Slachtoffergedrag zorgt voor ziekte. Slachtoffergedrag zorgt voor angst. Slachtoffergedrag zorgt voor pijn. Slachtoffergedrag zorgt ervoor dat je stikt. Rustig, rustig gronden. Ademen, rustig liefde verbinden. Kom maar, rustig. En als je doodgaat, blaas in alle rust. En tevredenheid, die laatste adem uit. Dus ga aan de slag. Ook op je laatste momenten van je leven. Ga aan de slag met liefde, met positiviteit, met verbinding. Mijn leven is voorbij. Je leven is voorbij. Dankbaar. Wauw, dit heb ik allemaal mogen beleven in het leven. Dit heeft het leven mij gebracht. Tot zover ben ik gekomen, hoe oud je ook bent. Maar het is een tijd dat je komt en een tijd dat je gaat. En dat is bepaald. Dus je hoeft niet heel bang te zijn om dood te gaan, want het is bepaald. Dus kies ervoor, ik ga dood in strijd, in spanning, in angst. Of ik ga dood in rust. En ik leef in rust, wetend, weet je, met het idee, er komt een moment, dan is het voorbij. En dit moment waar ik nu ben, dit moment waar ik nu sta, dit moment hoe ik nu leef, is dit. De rest van mijn leven, is dit waar ik gelukkig van word? En als je antwoord is nee en je bent geraakt door alles wat ik zeg, contact me, mail me. Ik ben bezig met een heel nieuw concept om mijn online school neer te gaan zetten, waarbij jij laagdrempelig met mij je bewustwordingsproces, je spirituele groei, je paranormale gaven kan ontwikkelen, waarin je tot rust kan komen, kan ontspannen. Iedereen heeft keuze of je nou hoog ontwikkeld bent of, ik
zeg maar wat, hè, hoog spiritueel ontwikkeld bent of laag. Mensen zeggen, ja, Manisha, jij bent altijd zo en verder. Ik ben ik, jij bent jij, jij hebt jouw pad te belopen, ik heb mijn pad te belopen. Ik ben hier, ik kan jou meenemen tot dit, jij kan anderen meenemen tot dat, daar. We hebben allemaal wat te betekenen voor elkaar. En laten we gewoon onze handen daar één zetten om dit werk te gaan doen en de wereld gewoon bewuster te maken. Daar sta ik voor. Ik weet dat jij er ook voor staat, voor liefde, verbondenheid. En kies zelf. Doe zelf onderzoek, ja? Ga zelf op onderzoek uit. En vind je antwoorden wetenschappelijk. Luister naar mensen om je heen. Denk na. Als jij ziek bent, als jij bang bent, als jij heel veel spanning hebt in je lichaam, wat heb je dan nodig? En als dat antwoord niet bovenkomt, denk dan aan een kind. Een kind wat bang is. Een kind wat pijn heeft. Een kind wat ziek is. Wat doe je daarmee? En als je het aan mij vraagt, een warme deken, gezond eten, aandacht, liefde, zorgzaamheid, knuffels. Dat is hoe we dat als kind hadden mogen ontvangen. En dat, als je dat gemist hebt als kind, is het nog steeds koud en kil in dit moment van je leven. Maar weet, iedereen weet dat dat is wat we nodig hebben. Een warme deken. Warmte, zachtheid, liefde, aandacht. Er zijn voor elkaar. Dat is de medicijn. En dat is de medicijn voor eeuwig. Dat is mijn boodschap voor nu. Liefde is het medicijn. Voor nu en altijd. Namaste. Hou je goed. Blijf positief.